Dylan. Glenn, Helder, Dylan, Hagens gaat diep, Dylan. Kan hij voetballen? Hoezo voetbalt hij in één keer zo goed? Heb jij stiekem getraind thuis? Nee, ik ben wel gaan tennissen. Een echte Creators FC spelersbus brengt de verdette naar de Kuip voor het historische duel met de Feyenoord Legends. Als echte profs in gloednieuwe Adidas en voetbalshop trainingspakken stappen ze uit. Dit zijn Nick's en Dylan's eerste stapjes op het Feyenoordgras. Dylan en Joestoep zijn brothers with different mothers. En zij hebben deze topper, Benny Wijnstekers, international geweest, aanvoerder. Maar wij hebben Dylan en Calvijn, yeah. Spits, Peter Houtman, scoorde in een bekerfinale. Goed, oude bekende. Dylan Hagens zegt, hey mensen, ik kan een hakje. JJ, Dylan Hagens. Het is de wedstrijd van hun leven, want spelen tegen Legends, dat doe je niet elke dag in een goed gevulde Kuip bovendien. Dit team heeft twee keer zoveel volgers op Insta en YouTube als de hele Eredivisie bij elkaar. Matti, Raoul, Stefan, Glenn, JJ, Paul, Dylan en Roy. Dan een prachtig, best wel emotioneel moment. De armen om elkaar. Onderschouders van wat Matti's zijn geworden. Creators FC. Een vriendenteam in een bijna volle Kuip. Hoge druk van de creators. Dylan, Hagens, onderschept. Glenn, Helder. Dylan, ga diep. Dylan, de kans zeg! Gestopt door Jesper Hogendoorn. Dat was wat geweest zeg. Ja, de combinatie en het diepgaan zijn fantastisch. Maar helaas geen kers op de cocktail. Kans niet benut in de Kuip. Maar deze moet wel toegevoegd worden aan zijn top 10 van voetbalirritaties. Die Dylan recent opnam met de bankzitters. Hoekschop, Leonardo. Een kopduel winnen van Houtman, dat is knap zeg, want die is kopsterk. Een van de beste koppers misschien wel in de geschiedenis van de Eredivisie. En Dylan kan voetballen. Die aanname was goed en de actie ook. En dan die paas wordt onderschept. Maar kijk eens, hop. Dylan Hagens heeft aangegeven wel wat vaker mee te willen doen met de creators. Heeft het natuurlijk druk, maar is een aanwinst. Roy heeft gezien dat aan de rechterkant de ruimte ligt. Dylan met, ja, het is het schot, voorzet. In ieder geval wel weer dreiging hoor. Of toch niet? Nee, daar is het laatste fluitsignaal. De creators beperken de nederlaag tot 3-0 in 24 minuten. Hebben kansen gecreëerd in de tweede helft. Helaas niet gescoord. In de Kuip wel interviews gegeven. Op de foto gegaan met die spelers, die oudspelers. En genoten. Maar ze moeten dan echt het veld gaan verlaten. En plaatsen maken voor Jaap Stam en zijn sterren. Daar komt Dylan, Joshua, Vincent, Gio. Hey mensen! Oké, jongens, hij is het echt. En Dylan begint gedreven, komt goed voor zijn man, is best technisch en vecht voor wat hij waard is. Tof! Ik moest zeggen, in het begin was het echt warm, maar daarna kwam ik er lekker in. Dylan, dit doet hij leuk zeg. Technisch hoor. Dan, de controle van Dylan Hagens. Ja, die had het zo naar zijn zin in die wedstrijd in de Kuip tegen Feyenoord. Ik ben trots op ons team. Heel trots. En zo komt het dat Dylan nog nooit heeft gescoord voor Creators FC. Moet hij binnenkort weer eens meedoen, vind jij? En dan scoren? Laat het achter in de comments.